Bij Rick van Stippend worden uiteenlopende auto's fabrieksnieuw gemaakt. En met een heuse masterclass geeft Rick die fijne kneepjes ook door aan anderen. Zoals vandaag. Volgens mij hoor ik een 3 liter diesel. Oh, dat is wel spul. Zeg al, volgens mij hoor ik een 3 liter diesel. Dat klopt. Inderdaad. Ik ben Rick. Hoi, ik ben Bart. Hoi. Welkom. Dankjewel. Mooie auto en pakket. En pakket. Maar hij is nog niet zo oud, hè? Hij is van vorig jaar, hij is nog geen jaar oud. Maar cosmetisch, mij vallen al een paar dingetjes op natuurlijk. Wat zijn nou dingen waar je zelf echt aan stoort? En je zegt van nou, daar zou ik graag of beter schoon willen maken. Of dat ik dat zelf in de toekomst beter kan doen. Nou, voor mezelf vind ik persoonlijk dat de velgen vaak de auto maken. En je ziet vaak kleinere inch, grotere inch. Ik heb gekozen voor de 21 inch velgen. Ja, mooi ja. Op zich vind ik het moeilijk om deze velgen, het zijn ook best veel spaken die erin zitten, om die echt mooi te kunnen laten blinken. Daar heb ik iets voor. Ja. Dus daar wil ik jou vandaag eigenlijk uitleggen. Ja. Je zet hem er al het eerst goed op. Ja. En je duwt hem aan. En dan pas ga je kracht. En nou komt hij hier. Ja. Maakt dus eruit de bovenste, onderste? Maakt niks uit. Nee. Altijd kruislinks. Ja. Ik heb de velg vast. Dus als hij zo loskomt, is er niks aan de hand. Oh ja, iets minder tempo. En nou zit hij als goed los, kijk. Zo'n velg weegt best veel. Dus je moet niet denken, ik heb hem nu al op spanning. Dus ik heb al het volle gewicht. En hij komt, zie je, hij blijft bij mij zweven. Doe je dat niet, dan zegt hij gelijk tats. Dan heb je gelijk een beschadiging. Maar ja, die zijn inderdaad lekker zwart. Heb je ze ooit van binnen schoongemaakt, de afgelopen 30.000 kilometer? Ik heb ze nog nooit van binnen schoongemaakt. Ja. Gaan we schoonmaken. Zo. Ja, het zit er wel lekker diep in gebrand. Als je velg dus wel op de auto zit, ja, zorg er wel voor dat hij niet heet is. Ja? Dus de temperatuur moet gewoon onder de 25 graden zijn. Gewoon nevelen. Ja. Nevelen. Yes? Okay. Je ziet het vel er al aflopen inderdaad. Ja, hij begint al te lopen. Hè? Mag jij met deze eerst nat maken. Dan kun je eigenlijk gewoon precies dit hier, die randjes mooi schoonmaken. Zie je dat het vel gelijk loskomt? Ja. Zelfs die vieze laag die op de banden zit, die gaat ermee af. Die gaat ermee vanaf. En dan pak ik ook de randen, de oppervlakte randen. Ja, juist. En de randjes daartussen. Hop, hop, hop. En is het ook belangrijk dat die bijvoorbeeld niet in de zon staat? Heel erg goed. Dat het te snel opdroogt? Ja, hij mag inderdaad niet in de palle zon staan. En dat geldt eigenlijk voor alle dingen. Hè? Dus als je een auto gaat polijsten, een auto gaat wassen, een velg schoon gaat maken, een auto gaat in- en uitpoetsen, nooit in de palle zon. We hebben net even in een vluchtigheid samen met die borstel bezig geweest. Hè? Ja. Kijk dan. Heb ik puur even iets laten zien, maar wel borstel geweest, niet. Ja. Zie je dat? En daar hebben we echt nog niks aan gedaan. Hè? Zie je dat? Wel geweest, niet geweest. Je ziet precies die rand zitten. En daar is dus de combinatie van een goede velgenreiniger met een handelbare borstel. Meer afstand, heel goed. Perfect. Perfect. Dan moet je alleen in het vervolg, kijk, hier zitten natuurlijk ook nog randjes. Dus ik neem dit altijd nog even mee. Zo. Ja, perfect. Je ziet het, hè? Het loopt er zo af, hè? Zonder hoge druk, zonder iets, hè? Ja. En, maar kijk eens die glans. Ja. Hij is echt, eerlijk gezegd, hij is echt mooi schoon. Ik zie geen strepen. Nee, hij ziet er mooi op blinken. Ja. Het ligt er net aan tot hoever dat je wil gaan, maar je ziet eigenlijk dat je gewoon, dat is de realiteit, dat je in een handomdraai gewoon zo'n velg op de juiste manier schoon kunt krijgen. Ja, hij is echt als nieuw. Ja. Ja, inderdaad. En hij is niet ingevreten. Nee. Nou, het werkt wel. Je kunt zeggen wat je wil. Wil jij jouw auto nu zelf ook fabrieksnieuw maken, maar heb je uitdagingen zoals je velgen, je interieur, je lak, je bodem of wat dan ook?
Meld je dan aan voor de masterclass via de website van RTL Autowereld of via een van onze social kanalen. En wie weet leer jij de fijne kneepjes van de meester.